instantie heb, is het gewoon speciaal gemaakt voor deze uitvoering. Ja. Maar dat is ook heel mooi, dat je gewoon iets hebt wat gewoon dan eenmalig wordt uitgevoerd. Dat maakt het nog specialer, zeg maar. Dit wordt geschiedenis. Veldslag van de eeuw. Daar het barbaren tuig. Wij hier zijn koning Leeuw. Vandaag keert jullie lot. Geen schaamte in je hart. Wij bijten hen de strot. Wij zijn genoeg getaard. Ik tel van 10 tot 0. De oerkreet van de leeuw. Op 0 geen flauwekul. Schreeuw die brul van de eeuw. De gladiolen! Dus het eerste wat ik wilde doen is die hele beklemmende sfeer creëren van dat er een oorlog aankomt. En dan begint die oorlog dat al die militairen komen en dan wordt die muziek heel agressief en hard. Ik wilde echt het hele larger than life geluid hebben met samples en met live orkest en met programming en alles erop en eraan. Applaus en pauze, we stonden met praten. Tijd om de hoeren binnen te laten. Liederen of champagne, hoe hoor je ooit in? Oh, van die hoge politiek moeten we kijk, in eerste instantie schrijf ik het gewoon het hele stuk muziek en als het af is, dan ga je het dus uitprinten op papier, zodat mensen ernaar kunnen kijken. Ja. Muzikanten moeten het op papier hebben. En eigenlijk, dat is het moment geweest dat het naar het Metropool ging. En dat is ongeveer gebeurd begin februari. Mm. En vanaf dat moment hebben we veel contact gehad aan de telefoon. En toen ik hier was in oktober vorig jaar voor het ADE, hebben we ook nog meetings gehad en dingen doorgesproken. Dus je hebt heel veel contact met elkaar. Ja. En uiteindelijk repeteer je, dus we hebben deze week de hele week gerepeteerd. En daarna is die vrede getekend en dan heb je eigenlijk twee finales. De ene finale is zeg maar een gevoel van vreugde, van god, het is gewoon echt voorbij, maar nog met eigenlijk een soort van spanningsondertoon, want het contract is getekend, maar het is nog heel pril. Ja. En dan uiteindelijk, dan na een tijdje, dan is het van god, het is echt vrede. Ja. En dan komt die feestontlading. Ja.